Ik ben hier gewoon helemaal klaar mee. Ik wil gewoon stoppen. Ik heb hier geen zin meer in. En die spelen kunnen me eigenlijk wel gestolen worden. Ja. Hoe is de afgelopen tijd, eigenlijk al sinds de coronacrisis begon, voor jou geweest? Met ups en downs. Ik ben ongeveer 2 jaar geleden naar een Engelse coach gegaan en een nieuwe groep. En ik woon nog wel in Nederland, maar het idee was dat ik daar regelmatig zou zijn. En dat heb ik een tijdje gedaan en toen was opeens corona en ik weet nog heel goed dat ik daar was. En opeens heb ik heel snel mijn spullen gepakt, want Engeland stond ook echt op het punt om gewoon de grenzen te sluiten. Ben ik naar huis gegaan en sindsdien eigenlijk niet meer teruggegaan. Dat is nu bijna een jaar, anderhalf jaar geleden zoiets. En ik werkte gewoon trainingen af. Alleen wel zonder teamgenoot, zonder coach. Wel van veel hulp van mijn familie en mijn vriend. Maar dat, op een gegeven moment ging dat wel heel erg lang duren. En kreeg ik daar wel moeite mee. Ja. Hoe uitte zich dat? Ja, gewoon motivatieproblemen. Of gewoon niet genieten van de training. En even later stond ik ook meer jankend dan lachend zeg maar, op de baan. En dan ga je ook wel afvragen van dit is niet de manier hoe ik vroeger mijn sport uitoefende. Ja. Wist jij al wat voor jou het eikmoment zou zijn om die kwalificatie af te gaan dwingen? Ja, in Nijmegen wilde ik dat ook gaan doen. Ik denk dat het een perfecte race was. Goede haas, ook goede omstandigheden. En ik liep ook vrij lang gewoon op tempo. En ook toen ik uitstapte eigenlijk ook gewoon op het schema. Maar toen ik uitstapte dacht ik echt van ik ben hier gewoon helemaal klaar mee. Ik wil gewoon stoppen, ik heb hier geen zin meer in. En die spelen kunnen me eigenlijk wel gestolen worden. Ja. Want wat gebeurt er dan precies? Op dat moment lag jij op schema om je te kwalificeren. Het was ook te zien voor de kijkers die er waren. Een groen lampje. Daaraan kon je zien dat jij binnen de limiet liep. Dat gold ook voor het groepje waarin jij liep. Er leek niks aan de hand. Wat gebeurt er dan? Ja, ik weet niet. Ik heb ook niet echt dat ik al een ronde van tevoren dacht ik ga uitstappen. Helemaal niet. Ik denk dat op een gegeven moment gewoon misschien een mentale blokkade kwam. Op het moment dat het echt spannend begon te worden. Of het moment dat het zwaar begon te worden. En dat mijn lichaam gewoon dacht hier hebben we geen zin in. Weet je nog wat er op dat moment door je hoofd ging? Ik dacht echt gewoon laat maar. Gewoon, het is oké, laat maar. Ja. En dat dacht ik over de spelen, maar ook gewoon over het hele topsporter zijn op dat moment. Ja. Je was er echt helemaal klaar mee? Ja. En ik denk ook echt 2 weken, 2,5, bijna 3 weken daarna nog steeds. Dat ik echt dacht van het is leuk zo geweest en ik heb het niet gehaald. Nou, jammer. Ik ging zelfs kijken om een baan te zoeken of zo. Ja, echt. Ik dacht van, ik ga van het ene leven in het andere net doen alsof er niks gebeurd is. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En ik zei ook, ik kon me eerst niet zoveel schelen. Maar op een gegeven moment komt natuurlijk wel die teleurstelling van, ik heb het niet gehaald. Die komt dan wel opeens om de hoek kijken. En toen opeens dacht ik, het kan me eigenlijk natuurlijk wel schelen. Gewoon een enorme teleurstelling. En eigenlijk ook dat ik zo hard gewerkt heb die afgelopen periode. En het is extra zwaar geweest en dat je het dan niet redt. Dat is gewoon wel confronterend natuurlijk. Hoe gaat het nu met je eigenlijk? Ja, wel goed. Eigenlijk, ik heb heel veel dingen op een rijtje gezet. Heel veel gesprekken gevoerd. Ook met sponsoren natuurlijk. Want zo'n Olympische cyclus is altijd van wie gaat er met je door? En wie zeggen de samenwerking op? Maar nu gaat het goed, want ik ben er eigenlijk in mijn hoofd is het allemaal wel helder. Ik ben er wel precies uit van wat ik nu wil eigenlijk. En wat is dat? Ja, wel doorgaan, want ik ben er wel achter gekomen dat ik altijd heel erg afkeer tegen het hardlopen en afkeer tegen het trainen. Maar dat was eigenlijk meer een afkeer tegen de situatie waar ik gewoon heel lang in heb gezeten. En als ik die situatie verander, als ik dan weer plezier krijg in het lopen, dan ga ik weer presteren. Dus dat is eigenlijk wat ik wil. Maar je hebt dus de knoop doorgehakt dat je door wil gaan? Ja, maar wel dat er dingen gaan veranderen. Ik ga niet meer naar mijn coach in Engeland. Ook omdat het financieel op een gegeven moment ook lastig wordt. Ik bedoel, ik ga daar niet naartoe verhuizen. Mijn plek is gewoon hier in Nederland. Ja, ik ga dus op Papendal trainen bij Grete Koens. En Grete kent me eigenlijk al heel lang, van ik 14 denk ik ben en begon ben met lopen. En los daarvan, Papendal is gewoon een omgeving waar alle faciliteiten gewoon in bereik liggen. Je hebt de fysio, ik krijg ook gewoon een team. Ik ben continu omringd door eigenlijk atleten. Niet alleen mijn eigen team, maar ook van andere disciplines. Mensen die ik eigenlijk al jaren ken. En dan heerst gewoon een hele fijne sfeer op de baan. Ik heb wel een paar keer vorig jaar of anderhalf jaar geleden ben ik op zaterdag maar naar Papendal gegaan. Om daar te gaan trainen. Ook op mijn eigen schema in mijn eentje. Maar er waren wel allemaal mensen op de baan. Ik kwam er altijd gewoon echt wel happy van weer terug. Dus dat is wel iets. Ik moet gewoon weer blij worden.
ook plezier heb in trainen en dan komen de prestaties ook weer. En dan denk ik ook gewoon nog steeds dat ik gewoon goed kan presteren. 5 jaar geleden in Rio had je last van overtraindheid, vermoeidheidsverschijnselen. Nu dit, waardoor je mentaal er niet goed aan toe bent geweest. Heb je er nog aan gedacht om wellicht mentale hulp te zoeken of iets dergelijks? Nee, het is. Ik moet zeggen, toen ik overtraind was zoveel jaar geleden, heb ik dat wel gedaan. En dat heeft mij zoveel handvat gegeven dat ik wel. Weet je, het is oké om je gewoon verdrietig, boos of wat dan ook om te zijn. En ik ben daar gewoon zelf met behulp van mijn omgeving gewoon uitgekomen. En het is niet dat ik daar mentale hulp voor nodig heb gehad, nee. Kan het nog straks op je 32e iets zodanig laten zien dat jij met een grote glimlach terug gaat kijken op je carrière? Ja, dat denk ik wel. En ik zie heel veel atleten die ook echt gewoon eind 20, begin 30 gewoon hun beste tijden lopen. Dat is echt wel een verschuiving die plaatsvindt. En ik ben nog hartstikke fit. Ik ben heel belastbaar. Niet veel blessures. En ja, ik denk dat ik mentaal ook gewoon fit genoeg ben om dit nog gewoon te doen. Alleen er moeten wel dingen veranderen. En ik weet wel, ik heb nu wel precies heel helder van wat dat dan precies moet zijn. En dan denk ik zeker nog dat ik heel hard kan gaan lopen, ja.